De Partij voor de Dieren wil dat het stadsbestuur ingrijpt bij roeivereniging Gias. Aanleiding is een foto die rondgaat op social media. Hieruit blijkt dat op het terrein van de club duiven zijn doodgeschoten met een luchtbuks. Duiven afschieten zonder vergunning is verboden en bovendien kan het gevaar opleveren voor omstanders. De Partij voor de Dieren is mede zo verontwaardigd over het incident, omdat het lijkt alsof deze leden het doodschieten van duiven zien als een leuk verzetje. Het feit dat die foto ook op de sociale media is gepost, dat duidt er gewoon op dat daar blijkbaar een cultuur heerst binnen de roeivereniging Gias. Dat zoiets wel kan, duiven doodschieten. Hè? Dat het wel cool is, dat het wel stoer is. In ieder geval sociaal acceptabel. Anders dan hadden ze die foto niet zomaar gepost. En dat betekent dus ook dat daar in ieder geval een cultuur heerst dat het normaal is om een beetje te gaan lopen knallen. Ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? De Partij voor de Dieren onderzoekt of zij aangifte kan doen tegen de vereniging. De politie is op de hoogte, de dierenpolitie ook, dat weten we. Maar wat die daar nu mee gaan doen, dat weten we nog niet. En we willen wel dat er echt onderzoek naar wordt gedaan. Niet alleen voor de duiven, maar ook omdat zich hier natuurlijk een hele gevaarlijke situatie heeft voorgedaan. Hier zijn er geen gewonde studenten gevallen, maar dit roept toch allerlei vragen op. De Partij voor de Dieren gaat komende woensdag het college vragen om onderzoek te doen en om eventueel in te grijpen bij de vereniging. En dat zou ook gevolgen kunnen opleveren, denken wij, voor de accreditatie van Gias. En dus voor de bestuursbeurzen van de studenten die hierbij betrokken zijn. Overigens hebben verschillende leden van Gias aan nieuwssite Sikkom laten weten ook erg geschokt te zijn door de gang van zaken. De politie vraagt de daders zich te melden om zich nader te verklaren waarom zij de duiven op deze manier hebben gedood en of zij een wapenvergunning hebben.